Af en toe maak ik een video over mijn eigen vermogen om te zien hoeveel ik waar ben op dat moment. De laatste keer dat ik dat heb gedaan is eind vorig jaar geweest, eind 2020. Maar aangezien we nu een jaar in ons nieuwe huis wonen en ook laatst in de podcast met Robin kwam het weer ten sprake hoe mijn eigen vermogen zich heeft ontwikkeld, vond ik het wel een goed idee om juist weer opnieuw een keer te kijken naar deze ontwikkelingen. Want er is eigenlijk best wel veel veranderd in zowel mijn bezittingen als in mijn schulden. Dus laten we dat gaan bekijken in deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl, waar we praten over geld en geld verdienen, en natuurlijk het liefste op een passieve manier. In deze video gaan we weer kijken naar mijn eigen vermogen, hoeveel ik op dit moment waar ben. Dit is geen video om op te scheppen, maar juist eigenlijk vooral om jou te inspireren om dit ook bij te houden. Want ik denk vooral als je gaat kijken naar en meer focus legt op je vermogen in plaats van je inkomen, dat je dan op de lange termijn betere beslissingen kunt maken. En ik vind het interessant om dit voor mezelf bij te houden in een spreadsheet, hier video's over te maken, zodat ik later ook weer terug kan kijken en kan zien van waar kom ik vandaan. Wat heb ik ondertussen gedaan en wat heb ik op die manier kunnen bereiken? Dus laten we even overstappen naar de computer, zodat ik het scherm met jou kan delen. In deze spreadsheet hou ik eigenlijk alles bij wat betreft mijn eigen vermogen, welke bezittingen ik heb, hoeveel ze waard zijn en welke schulden ik heb en hoeveel ze waard zijn. En in dit tabblad is dan een, uh, een ja, eigen overzicht van het verleden. Hier zie je dat ik ben begonnen met het bijhouden in 2016. Op 1 januari 2016 zag je dat ik bijvoorbeeld 235 euro uh, 235.000 euro aan bezittingen had. Groot gedeelte zat toen in het huis, bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld, kijken we naar de aandelen, die heb ik hier staan, of beleggingen. Die was toen eigenlijk gewoon nog op nul. Um, schuld had ik toen natuurlijk ook met een hypotheek. En dat zien we dan hier terugkomen, waardoor mijn eigen vermogen uh, zo'n zes jaar geleden, vijf jaar geleden. Net iets onder de 60.000 euro was. En hier heb ik het, ieder jaar op 1 januari vul ik dit in om eigenlijk een overzicht te krijgen uit het verleden. Dat kunnen we misschien iets beter zien als we hier rechts gaan. Want daar heb ik een grafiek gemaakt. En hier zie je eigenlijk uh, de bezittingen in het paars. Dat is dan vaak mijn huis en bijvoorbeeld aandelen of eigen vermogen uit mijn eigen onderneming. En die zien we vooral de laatste twee jaar heel erg stijgen. Zeker begin dit jaar 2021 een stuk hoger. Dan in 2020 kijken we naar de schulden. Die zijn op zich redelijk stabiel. Dat heeft er vooral mee te maken dat de schulden die ik had, was een hypotheek. Rond de 145.000 euro in het begin. En nu iets hoger vanwege het nieuwe huis. En een studieschuld, maar die was relatief laag. Dat ging over. Uiteindelijk een paar duizend euro en ik begon dit jaar met 500 euro nog. Inmiddels is die al afgelost, dus ook al fijn. En dan zie je wel het verschil, dat is eigenlijk het groene. Dat is mijn eigen vermogen en dat is flink gestegen sinds 2016. Uh, van toen was het, zoals gezegd, net geen 60.000 euro... naar 385.000 euro aan het begin van dit jaar. Nou, dan kunnen we niet precies zien hoe dat komt. Dus laten we daarom even kijken. Uh, aan de ene kant 2020... En misschien kan ik deze nog een klein beetje inzoomen. Dan gaat het eigenlijk vooral over deze kolom waar we het over gaan hebben. Want dat is uh, 1 oktober vorig jaar geweest. Toen hadden we net ons nieuwe huis gekocht. En ik wil eigenlijk in deze video vooral het afgelopen jaar gaan bekijken. En die wil ik gaan vergelijken met, de, met dit moment. 1 oktober 2021. Een flink verschil is dat geworden. En om het even uh, inzichtelijk te houden. Kunnen we straks trouwens die vergelijking maken, maar laten we gewoon nu even kijken hoe ik er op dit moment voor sta. Leg ik ondertussen even alle posten uit. Vertel ik een beetje over of er veranderingen zijn geweest en zo ja, waar die dan door zijn gekomen. Nou, we zien de bezittingen volgens dit overzicht op 675.000 euro. En ik, ik moet er eigenlijk best wel een beetje om lachen. Zeker als je gaat kijken, vergeleken met uh, 1 januari, toen het 590 was, best wel weer een. Groot verschil, 15% om precies te zijn. Dat zien we trouwens in deze kolom. Deze kolom geeft eigenlijk het verschil aan tussen het begin van het jaar en het moment waar we nu zitten. Dus um, 15% extra bezittingen. Nou, waar komt dat door? Onder andere door mijn eigen huis. Huizen zijn natuurlijk flink meer waard geworden. Dit is natuurlijk een schatting. Ik weet niet wat mijn huis precies waard is, tenzij ik het zou verkopen. En het kan ook zo zijn dat de huizenmarkt een keer instort. En dat het uiteindelijk ook minder waard wordt. Maar dit is puur een schatting op dit moment. Zo'n 5% hoger dan begin dit jaar. Een auto is ook een inschatting. Ik schrijf elke maand, of elke vijf... Nee, sorry. Elke kwartaal schrijf ik 500 euro daarvan af. Ik denk dat het steeds minder waard wordt. Misschien is het meer dan dit, maar dit is een inschatting. En hetzelfde geldt eigenlijk wat betreft het interieur. Houd ik een beetje zo, 4500 tot 5000 euro. Ook de eenmanszaak is een klein beetje een inschatting... Ik weet het niet helemaal precies, tenzij telkens ieder jaar het boekjaar wordt afgerond. Um, maar zo begonnen we het jaar met 50.000 euro aan eigen vermogen daarin. En ik denk het jaar af te sluiten met 65. Op dit moment zou het 60.000 euro zijn. En dan komen we, um, wat betreft deze bezittingen, op 393.000 euro. Heeft trouwens wel mee te maken, het huis. Um, ik schat het in op 5,5 ton, maar ik heb het samen met mijn vriendin gekocht. Alleen heb ik zelf 100.000 euro overwaarde uit mijn vorige huis ingelegd. Dus dat is mijn aandeel zeg maar in de waarde van het huis. Betaalrekeningen en spaarrekeningen spreken voor zich. Um, er is vooral vorig jaar een flinke sprong geweest in mijn spaarrekeningen. Dat was toen ik ook mijn huis verkocht en ik op dat moment besloot om... Eerst part-time te gaan werken. Begin dit jaar ben ik helemaal gestopt met loondienst. En daarom heb ik ook best wel relatief veel geld zeg maar, eigenlijk op de bank staan. Zo'n 36.000 euro. Omdat ik dit zie als een buffer als er een keer uh, minder inkomsten zijn in de maand. Want mijn inkomsten zijn natuurlijk variabel. De ene maand zal het meer zijn dan de andere. En hiermee zorg ik gewoon voor dat ik genoeg geld heb om eigenlijk de komende twee jaar al mijn lasten te betalen. Dan komen we eigenlijk bij het gedeelte waar de grootste... Veranderingen zitten. Dat zien we eigenlijk ook al wel vanaf hier, 168.000 in het begin van het jaar, naar nu 210.000 euro. En dat zijn dus eigenlijk de beleggingen of investeringen die ik heb gedaan. Uh, we zien hier Bank Forward. Daar ben ik vorig jaar mee gestopt. Door een fout heb ik dat geld eigenlijk terug laten schrijven naar mijn eigen rekening. Dat heb ik toen overgeschreven naar de Giro en heb ik het op die manier uh, belegd. Bing Forward ben ik mee begonnen met beleggen. Heel interessant voor mensen die nog niet de kennis hebben of niet de tijd, maar wel willen gaan beginnen. Dan kun je het eigenlijk uit handen geven. Um, in ieder geval een heel interessante partij, mocht je trouwens willen beginnen met beleggen op die manier. Een link naar Bing Forward zal ik trouwens onder deze video plaatsen. En hetzelfde geldt trouwens voor de Giro. De Giro is meer interessant als je zeg maar zelf wel je aandelen wilt kiezen, zelf je ETF's wilt kiezen, door zelf meer te doen... Kun je besparen op de kosten en op die manier ook je rendement verbeteren? Je hebt er dus wel wat tijd en kennis voor nodig. In ieder geval een aanrader en ook voor de Giro. Dus een link onder deze video mocht je willen beginnen met beleggen op die manier. Maar je ziet wel dat het juist bij de Giro is geweest dat ik uh, flinker op vooruit ben gegaan. 25% uh, sinds begin dit jaar van zo'n 155.000 euro naar nu 193.000 euro. En mocht je trouwens willen weten welke aandelen dat precies zijn die... Om, ja, om tot die 193.000 euro te komen. Ik zal hierboven in de, uh, in de hoek even de link plaatsen naar een video waar ik juist specifiek naar mijn aandelen bij de Giro kijk. Dan zien we eigenlijk nog meerdere beleggingen. Peaks ben ik mee opgehouden toen ze een nieuwe kostenstructuur gingen doen. Dat is eigenlijk niet interessant meer. In ieder geval, relatief veel kosten maak je. Dus ook dat geld heb ik uiteindelijk bij andere brokers gezet. Brand New Day gebruik ik dan juist voor, um, om pensioen te beleggen. Als ondernemer moet je natuurlijk ook zelf zorgen voor je eigen pensioen later. Dus iedere maand leg ik hier 50 euro in om juist een pensioen op te bouwen op die manier. Dit staat wel vast tot aan mijn pensioen, dus dat is ook de reden dat ik niet al te veel inleg. Liever doe ik het bijvoorbeeld via de Giro, omdat ik daar meer controle over heb. En ook meer vrijheid heb, mocht ik het over een tijdje nodig hebben, kan ik het ook eruit halen. En dat is bij Brand New Day niet mogelijk, omdat het echt gereserveerd is voor je pensioen. Je kunt het er wel uithalen, maar dan krijg je te maken met een... Met een boete vanuit de Belastingdienst, omdat je ook belastingvrij in kunt leggen tot een bepaalde hoogte. Flatex dat is de voorloper eigenlijk van FlatX de Giro nu in uh, Nederland. Uh, vorig jaar was FlatEx nog apart, toen was ik klant inmiddels niet meer. Bugs gebruik ik eigenlijk niet echt meer. We zien het ook wel dat het niet echt oploopt. Um, ik heb het ooit getest voor een video, maar uiteindelijk niet actief gaan gebruiken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Sammy. De reden dat het meer waard is geworden is omdat het gewoon beter is gegaan met beleggingen. Uh, 25% bij de Giro, Brent New Day een kleine inleg maar 23% extra en dat zien we ook bij Bucks 40% of Semi 16% volgens deze dingen. Uh, Etoro dat is dan juist een broker die ik gebruik voor wat meer actief handelen. Alleen in die situatie is de kosten laag. Het kost namelijk relatief veel om er geld te storten of op te nemen. Maar om te kopen en te verkopen als het eenmaal in dollar staat, dat is dan weer gratis. Daar is het heel interessant voor. Begin dit jaar heb ik wat extra geld gestort daar om juist ETF's te kopen van ARK Invest. En ik ben ook van plan binnenkort hier juist meer actief bezig te zijn. Dus dat is de reden dat ik hier nog steeds behoorlijk wat geld heb staan. En tenslotte Exporo, dat is een vastgoedfonds uit Duitsland, heb ik... Twee jaar geleden denk ik inmiddels 1000 euro ingestopt en dat is eigenlijk vooral bedoeld als een test en ook om dividend te krijgen vanuit vastgoed om wat meer spreiding te krijgen in de investeringen die ik had. Maar je ziet wel hier is vooral een hele grote stijging geweest van in totaal ook 25% en ik denk zelf dat het einde van het jaar nog op zal lopen en deze kolom is mijn verwachting wat... Ja, ieder punt zeg maar, aan het einde van het jaar waard zou zijn. En dan verwacht ik, mocht er geen crash komen, in ieder geval met aandelen bijvoorbeeld, dat ik uiteindelijk 32% hoger sta dan aan het begin van het jaar. hebben we natuurlijk ook nog cryptocurrencies, ook iets waar ik wel act ja, actief mee ben. Af en toe koop ik wat. Um, maandelijks voor mijn videoserie koop ik 100 euro. Zelf heb ik... Heel lang geleden eigenlijk vooral iets gekocht en toen lange tijd ook niets meer mee gedaan. En we zien hier wel een flinke stijging. Ook dit zijn een beetje schattingen. Ik heb het niet actief bijgehouden. Um, ik heb alleen wel hier mijn positie verkleind. De, tuurlijk, de koersen zijn gedaald de laatste tijd. In mei was het hoogtepunt wat betreft de, de top van Bitcoin. En um, ik heb toen ook uiteindelijk daar wat winst genomen. Dus het geld wat er nu nog staat is pure winst die ik heb. Mijn originele inleg die heb ik al uitgehaald. Ook een klein beetje winst eruit gehaald. Maakt het voor mij iets fijner. Ik geloof er nog wel steeds in voor de toekomst. En dat is ook de reden dat ik het nu iets hoger inschat dan aan het einde van het jaar. Dat het misschien zo'n 50.000 euro waard zal zijn. En goud en zilver is iets wat ik in het verleden wel heb gehad, maar nu niet meer heb. Uh, misschien als er een keer echt een crisis aankomt, dat het iets tijdelijk zou kunnen zijn. Niet echt voor een lange termijn. Maar op dit moment in ieder geval niet iets waar ik actief mee bezig ben. Kijken we dan iets verder naar beneden. Dan komen we aan bij de schulden. Uh, dat zien we ook dat het groen is, terwijl het juist lager is. Hè. Het bedrag is lager, maar dat is juist positief, want je wilt ook dat je schuld afneemt gedurende het jaar. Begonnen we het jaar nog met 205.000 en zeg maar 70 euro schuld, die vooral natuurlijk uit de hypotheek kwam, en zo'n 500 euro studieschuld. Die studieschuld werd met 100 euro in de maand afgelost, dus daar ben ik inmiddels van af. Maar uh, we hebben natuurlijk wel een hypotheek. Daar doe ik nog wel iets langer over voordat die is afgelost. Maar die is inmiddels gedaald naar zo'n 197.000 euro, wat mijn gedeelte dus is van die hypotheek, de helft. En dat is dus 4% lager dan aan het begin van het jaar, dus dat is positief. En als we dan gaan kijken naar het eigen vermogen, wat is eigenlijk gewoon het aantal bezittingen, het bedrag van de totale bezittingen minder schuld is, komt die uit op zo'n... 700, of ook oh, sorry, ik had gewild dat het 700 zou zijn. 478.000 euro. En um, de overwaarde van het huis daarin is zo'n 127.000 euro. Is mijn schatting natuurlijk. Ik weet niet precies hoe dat is. En dat betekent dat het zo'n 27% van het totaal is. En we zien ook wel dat dat in ieder geval in deze situatie een beetje gelijk loopt. Maar dat het bijvoorbeeld vroeger, toen ik een appartement had. Um, en relatief veel overwaarde daarin had. Mijn beleggingen lager waren dat juist relatief veel van mijn vermogen vast zat in mijn huis. Dus ik denk dat het positief is om dit percentage wat lager te hebben. Dat je eigenlijk meer spreiding hebt wat betreft je vermogen. En ik heb dan een vergelijking gemaakt. En laat ik ook deze even inzoomen. Um, dit is eigenlijk tussen de stand 1 oktober vorig jaar en 1 oktober dit jaar. De bezittingen zijn toegenomen met 35%. Laat ik hem nog iets verder inzoomen. 35%, procent, vooral door het huis. 8%, procent, misschien is het wel iets meer waard geworden, zelfs in die periode. Maar oké, okay, dat is moeilijk in te schatten. Het vermogen in de eenmanszaak is toegenomen. Betaalrekeningen en spaarrekeningen zijn wat toegenomen. Natuurlijk, omdat ik mijn buffer wilde uitbreiden. Maar het is eigenlijk vooral wat betreft beleggingen een groot verschil. Had ik vorig jaar rond deze periode net iets minder dan 100.000 euro bijvoorbeeld bij de Giro, of 105.000 euro in totaal. Nu zijn eigenlijk die bedragen bijna overal verdubbeld. En heb ik inmiddels meer dan 210.000 euro in beleggingen. Dus daar komt een heel groot gedeelte van mijn vermogensstijging vandaan. Ook cryptocurrency is natuurlijk sinds vorig jaar flink wat meer waard geworden. Ook daar heb ik uh, ja, een flinke stijging meegemaakt. Zie ik wel vier keer zoveel waard geworden. Schulden zijn wat afgenomen. En dat verklaart waarom ik vorig jaar, 1 oktober. Net iets onder de 300.000 euro eigen vermogen had. En dat is inmiddels gestegen naar bijna 480.000 euro, oftewel een stijging van 63%. En dan vind ik het wel leuk om weer terug te kijken naar het verleden. Want ik denk juist dat door dit bij te gaan houden, dat ik ook zoals gezegd, um, anders ga kijken. Misschien ook wel betere beslissingen nemen. Uh, nou is het natuurlijk ook wel een hele fijne periode als je al een huis had en al aandelen had. Die zijn natuurlijk flink meer waard geworden. Als je nu daar nog mee moet beginnen, is het een wat minder fijne periode om te beginnen. Maar op deze manier, door juist te richten op vermogen op de lange termijn, denk ik dat je betere beslissingen maakt. Uh, kijk bijvoorbeeld een tijdje terug in deze jaren. 2016, 2017 en 2018 had ik nog een eigen winkel, die heb ik toen gesloten. Um, dat was ook echt een beslissing voor de lange termijn. Ik wilde meer vrijheid, meer tijd ook hebben. Um, en in het begin 2019 en ook 2020 heb ik in loondienst gewerkt. Ik ging er daardoor in inkomen niet op vooruit, want in de tijd dat ik een eigen bedrijf had, een eigen winkel, verdiende ik meer. Alleen, ik had toen geen tijd en dat had ik in de jaren 19 en 2020 wel. En dan kun je misschien minder inkomen verdienen. Maar als je de vrije tijd die je hebt, die heb ik juist geïnvesteerd. Onder andere in dit kanaal. En dat heeft natuurlijk voor gezorgd dat juist 2020 en 2021 ik flink meer ben gaan verdienen. Dus zo zie je wel dat eigenlijk een beslissing die op de korte termijn minder inkomen hebben, niet zo positief klinkt, wel een positief effect kan hebben op de lange termijn omdat je juist kunt investeren in iets voor de lange termijn, in je inkomen. En op die manier dus mijn vermogen flink hebt zien toenemen. En ik ben dan ook wel benieuwd waar ik het jaar ga eindigen. Um, ik denk dat de huizen nog wel een tijdje lang ja, ja, meer waard zullen worden. Dat er prijzen zullen stijgen. Ik heb er op zich niets aan, want ik ben niet van plan te verkopen. Maar het is wel leuk om te weten dat je huis in ieder geval meer waard is op dat moment. Um, ook wat betreft aandelen kun je zeggen. Ze hebben nu telkens records. Ook de AIX staat op een record. Maar... Ja, ik denk ook wel dat het doorgaat. Je zou aan de ene kant een crash verwachten, aan de andere kant de reden dat heel veel mensen zijn gaan beginnen met beleggen of dat huizen zo duur zijn geworden, is eigenlijk omdat de rente zo laag is. Dus uh, juist daardoor zie je heel veel prijsstijgingen bij beleggingen, bij huizen. Um, dus ik verwacht ook wel dat dat nog wel een tijdje doorgaat. Dus ik, aan de ene kant, aan het einde van het jaar, denk ik, laten we positief denken, niet dat ik boven de 500.000 euro uitkom. Heel raar om dat eigenlijk te bedenken en het ook zo op een scherm te zien. Zeker als je ziet waar ik in 2016 mee begon. Toen was het nog geen 60.000 euro. Misschien heb ik geluk gehad. Misschien heb ik juist wel de juiste beslissingen genomen op het juiste moment. Maar het is wel mooi om te zien waar ik vandaan kom, wat ik in die jaren heb kunnen bereiken. En ik denk ook zeker dus dat zo'n ja, overzicht bijhouden daar zeker in heeft geholpen. Ik ben ook wel benieuwd, houd jij dit bij? Um, Helpt het jou? Heb je misschien tips voor mij of andere kijkers? Laat dat vooral weten in de reactie onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien zoals deze, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.